Ik sta hier met Eus Leonarons op de Hunterkunst. En we zijn een paar uur voor de opening, maar ik zou eigenlijk graag willen weten, want jij bent gebiedsregisseur hier van het Druwe Industriepark. Wat is eigenlijk het belang, zeg maar, van Hunterkunst voor de regio Achterhoek? Hunterkunst heeft een geschiedenis van 20 jaar. Dit is de 20ste keer dat het gepresenteerd wordt. En we zijn ongelooflijk blij dat Hunterkunst weer in de armen gesloten kan worden van Oude IJzerstreek. Mm-hmm. Daarnaast is het natuurlijk zo dat Hunterkunst een enorme uitstraling heeft. Nu 24, of kunstenaars uit 24 landen uit de hele wereld nemen deel aan dit evenement. Het heeft een geweldige uitstraling, hoge bezoekersaantallen. En het wordt een steeds volwassener kunstmanifestatie. Ja, ja. Want ik hoorde van 5000 bezoekers per dag. Is dat ook wat jij gehoord hebt, of is dat ook het Ja, dat is ook wat ik gehoord heb en ik hoop dat dat zo is. Iedereen zal natuurlijk nieuwsgierig zijn, hoe zijn de nieuwe omstandigheden? Mm-hmm. Wat is er in die SSP-hal veranderd? Mm-hmm. Het is een boost voor dit hele complex. Mm-hmm. En het is weer een nieuwe staak aan de boom die het Druwe Industriepark moet worden. En wat vind je van de locatie hier van de SSP-hal voor Hunterkunst? Ongelooflijk goed geschikt. De Veemarkthal had het idee van voor iedereen toegankelijk. Jan en Alleman kan hier komen. Mm-hmm. En het gebouw heeft het hart van deze omgeving. En ik vermoed dat de kunstenaars, ik heb er nog maar weinig gesproken, datzelfde beeld erbij hebben. Ja, ja. Ja, nee, dankjewel voor deze korte update. En tot de volgende keer. Oké.